Ja, 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 ja. Dat is wel lekker vol. In de week ben ik bij Arie Wielren. 23 januari en ik heb een hooggezelschap hier bestaan. Het SRV, zeg ik het goed. SLV, help me gewoon. Het is nog allemaal de SLV. De boekingen zullen nog wel teruglopen bij onze verenigingen. Dat snap ze natuurlijk. Even kijken of ze scherp waren vandaag. Mama, ga maar weer. Nee, maar ik heb het goed genoeg vandaag. Het gaat om de gulden humor. Heel veel mensen zeggen dan heb ik van... Wat moet ik doen om de gulden humor te krijgen? Moet ik er speciaal voor zijn? Moet ik een artiest zijn? Moet ik humor hebben? Gulden humor? Ja, wie moest hem krijgen? Dat moest ze eigenlijk krijgen te laten zien dat ze er van zichzelf een kind oedragen op de wijze wie het in Limburg ook huurt. Toen moest ze levensvreugde kunnen brengen, toen moest ze vaste loven als cultuurgoot toch proberen hoog te houden. En dat moest ze met een bepaalde uitstraling doen dat het ook een meer dan regionale bekendheid had. En die lui, of die organisaties, die komen in aanmerking voor de gulden humor. En wie bepaalt dat? 4. Maar ik bedoel, wij moesten Nou, het gaat heel democratisch. Kijk, SLV besteedt het 17 stadskamers Vereniging van Limburg. Daar werd heel simpel, zo wie dat zo populair heet, groslijsten gemaakt. Die groslijsten werden elk jaar weer vernieuwd. We hebben dan een commissie. Uit die commissie komen 3 benoembare kandidaten. En het bestuur uiteindelijk bepaalt, omdat het 3 benoembare kandidaten zijn, wie het krijgt. En door Lotvirus inspireren, door Zieker, wat de afgelopen, maar ook het verleden had getoond van de organisatie of de persoon, neem krijgt. Ja, en ik bedoel, zullen we even te kort doen. Wat vond je hier en ik het hoogtepunt van EMC of mevrouw die... Iedereen die hem had gekregen, voor die is het een hoogtepunt. Ja, ja. Iedereen die voor me beoet gereikt, is ook voor de SLV en namens de vereniging een hoogtepunt. Dus ik denk dat ze dat heel moeilijk kunnen zeggen. Ja. Ieder jaar slagen we er toch in, samen met onze lidvereniging en onze algemene ledenvergadering, om weer een goede kandidaat te krijgen. En dat had ermee te maken dat hij van Zelof in de Limburg leeft. Dus hebben we ook voldoende aanwas om een goede keuze te kunnen maken. Ja, moest je Limburg komen? Nee, dat hoeft niet. In de tijd, kijk, hij heeft toch ook een nieuw bestuur. En het nieuw bestuur had ook andere ideeën. Het vorige bestuur was van mening dat ze meer landelijke coryfeeën ervoor moesten hebben. Ah, zo. 4 hebben samen met ons lidvereniging, want ik vind dat erg belangrijk om te benadrukken, gekozen voor te kijken naar organisaties of personen die voor de Limburgse vastelovend door de net bovenuit steken. En eigenlijk zijn we een beetje chauvinistischer geweest, misschien dan het vorige bestuur. Vier vingen gewoon dat vier in ons eigen Limburg voldoende kandidaten hebben, ja, die der orde mogen krijgen en om in dat broederschap te mogen gedijen, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En kunnen ook immers een kandidaat aanreiken? Dat gaat allemaal via de lidvereniging. Dus okay. De lidverenigingen komen met de betreffende kandidaat en dan kunt u op de zogenaamde lease show en dan werd dat in de ledenvergadering dan besloten. Dan moet ik eerlijk zeggen, dan moeten we hier heel snel gewoon acteren. Want de media ligt op de loer en wil heel snel weten wie het dan krijgt. Ze weten ook wel een beetje wanneer op welk moment vergaderen. Dat betekent dus op het moment dat vierde kandidaat, dus de laureaat, kennen, proberen we ook zo snel mogelijk op te schalen en zo snel mogelijk het contact te leggen en bij verrassing de laureaat te gaan vertellen van hey, dit is de gulden humor. Ja, ja. En gooit je dat aan de deur doen of is er een oven georganiseerd of wie bedoelt? Nou, Karel Fiddelers, mocht dat voorbeeld nemen. Ja. Dan hebben we totaal verrast. Dan hebben we zelfs met een oud deken Kuijer, we zouden het complot. Die had zogenaamd gezegd, ik kom bij tegen naar avond, wie in drinken? Toen was wat de mensen zieker dat de HMO. 4 naar zuster gevaren, we zijn gewoon door tuin binnen gestapt. Flesje champagne bij ons. SLV op de champagneflesje met ons stickertjes geplakt. En hebben we hem gewoon verteld. Dat we helemaal voor popzakt. Ja. En ja, in november van vorig jaar had de Blauwe Schuut de gulden humor gekregen. Vier hebben ons opgesteld in een van de cafés op het Pacratiusplein in Heerlen. Vier hebben die mannen met een smoes naar de Schelmentouren ingelokt. Daar stonden die allemaal. En daar zijn we als bestuur naar binnen gevallen. We proberen dat natuurlijk ook een beetje op een ludieke wijze in ieder geval onder hun aandacht te brengen. En wat we mooi vingen is dat die verrassingsacties allemaal laten zien dat de lui oprecht blijzend deze hoge Limburgse onderscheiding te mogen krijgen. En we zijn dan ook trots als SLV, maar in het bijzonder dus de lidvereniging zijn dan trots dat vier zo'n prestigieuze erkenningsmedaille met alle versierselen die erbij huren, met een geweldige avond, die dan ook een geweldige dag, moet ik zelf zeggen, die dan vorig jaar ook in Venlo is georganiseerd.
Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. Nou, fantastisch. Ik denk dat, dat iedereen toe is en die ook de café nu werd. Wie ze door de aanmerkingen komen, wie het geet en wie hem het verdient. Ja, doe kennis alleen maar voor de gouden narrenkap, hè. Ja, goed, het zal best kennen bij minister Verloot. Ik bedoel, als ik maar erkenning kreeg. Ik zou zeggen, een schone wasseloven. Bedankt dat je me de bouw waard. En heilig groot. Voorziet de Geer bij het komende SLV-feest. En dat is volgend jaar dan weer, hè. Dan kunt ze bij ons terecht. Afgesproken. En dan krijgt ze die erkenning die zo dik verdient. Dankjewel. Dankjewel. Wasseloven, maak het voor samen. Organiseer generen dat ding. Maak het de kleier voor pap. Maak allemaal niks goed. Speel je de kloon. Loop gemiddeld naar optocht. Zit je ergens met Vasselom hier betrokken? Stuur een filmpje op. Alle amateurfilmpjes zijn welkom. Stuur het filmpje op naar onderstond adres en beeld. Dan maak je prijs van 400 euro. Dat beschik je zelf door de brandroerie. Dus zeker doen. Alle filmpjes opsturen. Want Vasselovend maak je weer samen. Maar hier vast. Een kleine selectie. We zien de eerste zaterdag van Maastricht, van Limburg en waarschijnlijk zelfs van Nederland. Want als er nog eens Kleintje Puls daar in Friesland, die zou zelfs nog volgens de geschriften uit de zaterdag niet zien voortgekomen. Dus dat is, wie een, dat is ontstaande en dat gaat wie een olievlek en dat is over het land gegaan. Maar daar hebben we voor geen 100% zekerheid van, maar we vinden dat wel leuk om te vertellen. En ik wil ook benadrukken dat we een echte zaterharmonie zien. We zien geen zaterfanfare, want we hebben ook een buisje voor hun. Die wat klarinet speelt. Dus, en de huurste dus ook boven alles op met zijn klarinet, met dat brandhout. En anders wist ze dus een fanfare. Nu zien we een harmonie. Een oor plezier, putje beer. Klaar. Meer is het niet. Het is heel, heel basic, heel eenvoudig. Dat is het enige wat belangrijk is. Lol hebben aan het muziek maken. En zoals gezegd, je speelt dus dan ook door het jaar in het harmonieën. Maar het leukste vind ik dus met de vastelovend spelen. Vooral dus omdat het is van, je speelt schouwnoten of angernoten. En je speelt nooit fout. En dat is heerlijk. Volledig ontspannen, truiten. Er zien als bij die wat goed bezig zijn, er zien als bij die wat minder goed bezig zijn, er zien als bij die wat helemaal niet bezig zijn. Maar dat is voor die lui zelf. Voor de ene maand, dat is de allerbelangrijkste maand. En dat is de maand met de fluitje, nummer 4 dat. En die fluit heeft moeten beginnen met spelen. En die fluit heeft moeten doen met spelen. Ja, als je niet begint, dan doen we dan eerst alleen is maar van geef eens nog een. Dan hebben we nog een die wat heel belangrijk is, en dat is de beerverdeler. Die zorgt ervoor dat ze anders natje komen. Dus de dirigent, directeur, die zorgt voor het droogje, truiten. En de beerverdeler die zorgt voor het natje, putje beer, kleesje fris, wat ze zich hier wilt hebben. En dan is het voor mij geslaagd als al die dag zonder reuzing. Boete de harmonie, zonder rommel, zonder rotzooi en samen de vastelavond gevierd hebt. Want dat is dan ook het motto van Brandbeer, boever deelnemen, van vastelavond vier ze samen. Dus dat is het huishouden, dat is de zaten harmonie, dat is de hele entourage. Maar samen. En dat is eigenlijk het, de hoofdmoot. Ja. Nou, die prachtige werk van het SLV van de Golden Humor heb ik veel barie weer aan het oorval. Ja. En waarom zeg ik weer? Want ja, ik zie nog overal, als ik goed heb, 7 keer de finale van het LVK. De enige niet-winner van het LVK, die 2 keer mogen zingen op het LVK. Klopt, ja. Even voor de mensen toe, vorige veel Leeuwarden, toen mochten ze nog een keer zingen. Ja, waar hebben ze Leeuwarden ogen gezongen, Ben? Maar ik heb gehoord, je hebt een eigen fanclub. Wat, hè? Een gans dorp? Nee. Een gans dorp is fanclub. Nu zit je er alle 4 let van. Of? Ja, nee. Nee, de voorzitter is Steven secretaris, penningmeester, tweede secretaris, tweede penningmeester, die regelt alles. Dus. Fantastisch, jongens. Wie jij dat met de LVK? Heb ik er weer ingeschreven? Ja, voor hebben we met gedaan. Hè? Ja, kijk, vorige keer hebben we met 2 leedjes op de bühne gestaan. Dit jaar hopen we het eigenlijk dat we ook 2 keer op de bühne staan. Eén keer met het opdraaien. Eindelijk een oude uitslag. En vandaag, wat ga ik je brengen van mij? Ja, vooral mijn jong, dat is het, hè? Ja. Ja, zullen we dat maar doen? Ik zou zeggen, geef gaas.
Zullen we dat doen? Jazeker. Het kust ook dekker, hè? Jazeker. We gaan het proberen. Dames en heren, Veerbrie met... Meijong, dat is het. Passagieren, pieken, bruggen, baks gepakken, tussendoor nog enge bakken, snuurtjes, sminkjes, snel gaan tikken, hondjoep loopt de deur toe klikken, schussen weg, sms, vrouw vergeten, worden in stress. Maar dan klopt ze aan die vaste lovensdeur, dan denkt ze, jong, dat is ze het toch geur. Lieve de koppens, lekker lijken, shut, maar jong, dat is het. Toch een schieten, wie luzie, wie de rieten, die al die melodieën, een dennen stuiven vliegen. Ik zin en met alleen plezier, en wat ik beurt, dat smaakt nog meer. Lieve de koppens, lekker lijf geschut, maar jong, dat is het. Die speelt de kater door de gut. Die kikkert zelfs een kwakker nog van op. Ik wist beslist, dat is het. En de jongste is doek is het. Voor niks, voor nog, dat is dat. De dokter met zijn pillen en al zijn therapieën. De mocht nu even chillen, de het vandaag een vliegen. Want ene schulden zijn niet je pien. Dit is de beste medicine. Lieve de koppens, lekker lijken shut. Maar jong, dat is het. Die speelt de kater door de gut. Oh, nu, ik wist het. Die kikker zelfs en het kwakker nog van op. Ik wist beslist, dat is het. En de jongste is doek is het. Voor niks, voor nog, dat is dat. Lieve de koppens, lekker lijken shut. Maar jong, dat is het. Die speelt de kater door de gut. Oh nu, ik wist het. Die kikkert zelfs een kwakker nog van op. Ik wist beslist. En de jongste is doek is het. Voor niks, voor nog, dat is dat. Door steeds de smurkers de artiesten zijn weg, Veerbrie, en nu stond er nog meer Brie, zal ik zeggen. Hè? De Blauwe Shoot, de winnaar van de Golden Humor. Ja. De eerste gasten vandaag in mijn programma waren de uitrekkers ervan en nu hebben we de ontvangers. Help me, heer, wie kwam dat binnen? Ja, wie kwam dat binnen? Ik moet zeggen, verworren en heerlijk. Heel mysterieus. Vermoed op mensen op een gegeven moment goed van de os lokaal gestuurd. Dat moet voor ons doormelden, omhoog, nu gemoed van, dat zie je nog Schelmen toeren. Is ons clublokaal. Allemaal gespannen, wat gaat er nu gebeuren? Alleen onze vuurzitter, dat wist precies wat gewoon gebeuren. Maar dat had, zo biedt dat de moel gehoord, hè? Dat had ons niks verteld. En op een gegeven moment verkomen we dan naar binnen en daar staat het bestuur van de SLV. En daar kreeg er te huren dat vier de Gulden Humor dit jaar, of afgelopen jaar, hand gekregen. Fantastisch. Geweldig. En je kreeg de Gulden Humor, even voor de minste toes, ik weet wat de Blauwe Shoot is, ja. Maar even voor de minste toes, wat is de Blauwe Shoot, wat deed de Blauwe Shoot? Wat deed de Blauwe Shoot? Vier brengen dat stukje humor en satire en spas en plezier, brengen vier en stralen vier uit en dat proberen voor overal te brengen hoe vergund. En ik moet echt zeggen dat is zo geweldig om dat te doen als gilde. Mensen zien hoe vier komen, hoe ver ontvangen werden. Of er nu instellingen zijn, scholen, gemeentes.
Het is gewoon geweldig. Dus verkennen dat uitstralen wat die carnaval moet zien. En vergunt het ook aankondigen van te vuren. Want we vertrekken een week vuur dat de carnaval begint. Ja. Dan gunt vuur op tocht. Dus we verzinnen een ganse week weg. De vrouwen van ons vinden dat bijzonder jammer. Want die missen ons die ganse week. Ja. En vuur offeros op het stadsoe. Ja, en, maar als ik dan even terug kon, ik een heel even terug in 1993, waar ik bij de eerste op bezoek. Gewoon op een dinsdag volgens mij. Een dinsdag, of een maandag. Ja, een dinsdag. Voor de vastelovens. Ja. En toen kwamen de blauwe schuur binnen. En volgens mij kom ik er nog steeds. Dat komt van de gummer. In echt? In echt komt van de gummer. Is dat dan een vaste route wat je dan al die... Nou, meestal wel. Meestal wel. Er zijn toch gemeentes die wel eens geer gedder jaar terug hebben. En vervingen ook jammer, we werden zoveel gevraagd. En de, het deed ons ping in de prie op zijn platte hoed gedrukken. Dat we niet overal gehoor aan kunnen geven. Maar die dingen die verhand en hoe vooral zo lang komen, ja, die stonden op ons te wachten. En daar kan je niet nee tegen zeggen. Ja. En nu wil ik ook geer. Ik wil ook geer op de boot. Ja, ken. Ja? Zo maar kennen. Maar? Gewoon solliciteren. Ja, dus hij is ook om de grens door. Hij stond ook een aantal gasten. En zo'n een vergeder, Johan, ook een vertrouwenscommissie. Zo kent ze dat ook niet. Bij ons heet ze het anders. Het gilde van vaste bemanningsleden, die kiezen de gasten. Ja? Dus die moest gewoon solliciteren. Die moest zoveel stemmen hebben. Chris had een aantal stemmen niet. Heb ze pech gehad. Vult ze boete de boot. Boete de boot. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar oké, okay, stel even voor, ik kreeg die stemmen en dan gewoon ik midden op de boot als gas. Ja. En dan, wat gebeurt dan? Ben ik gas van u? En ken ik dan de Jordan weer midden als gas? Toen moest elk jaar opnieuw solliciteren. Ik ben senior gast. En toen ze volgende jaar op buiten wilden schoon, dan moesten ze weer opnieuw solliciteren. En dat moesten ze zelfs vier keer herhalen, wil ze überhaupt vaste bemanningslid kunnen worden. Ja, en als ik dan hier om me heen kijk, dan zijn die ook mensen die nog moeten solliciteren? Of zijn dat allemaal vaste bemanningslid? Nee, we hebben ook gasten bij ons. Ja, ja, gasten bij ons, hè. Eugène zijn van de store, we zijn toch Ed store, John. Ed, kom even erbij, Ed. Ja, dat is er... Nou, het gaat niet per kilo. En pak even de microfoon. Hoe lang zit je nu al gast bij de Blauwe Schuur? Ik ben gast vanaf mei 2012. Dus het hele carnavalseizoen. Ja. Tot einde 2013. En nu gaat het geweer solliciteren? Of heb ik ervan gezegd van één jaar of is dat goed? Ja, ik weet niet wie de jongen van wie denken, maar ik probeer al nog eens. Hè. Maar ik heb er zelf wel een goed gevoel bij. Ik heb er heel goed gevoel bij. Ja. Wie zit je dan met een aanmerking om met de Blauwe Schuur? Nou... Blauwe Schuit is een fenomeen en ik bedoel, ik ben stadsprins geweest in 1988 in Landgraaf en nou, na stadsprins, wat is er nog mooier dan de Blauwe Schuit, hè? Ja, dat is een hele dus mooie. Denk, dat is echt een compliment, ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes met de sollicitatieprocedure. Voor komend jaar, ja. Ja, ja oké, okay, ja? Dankjewel. Allee. Ja. Heer van de Blauwe Schuur, ik weet niet of we nog moeten vermelden of je dat Geer zegt van dit willen we nog extra onder de aandacht brengen. We kunnen een heleboel nog onder de aandacht brengen. Maar wat ik juist al even zag, wil ik toch nog even doen. We krijgen zoveel aanvragen. En ik hoop dat verenigingen, gemeentes en instellingen begrip ervoor hebben dat van dit overal kunnen komen. Het lukt helaas niet. We proberen voorhand zoveel activiteiten, we proberen overal te komen, maar het lukt niet allemaal. Dus ik hoop dat ze daar begrip voor hebben. Maar wees niet bang, schrijf ons aan. We proberen het gewoon in te passen in ons programma. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat het SLV dit jaar een fantastische keuze gemaakt heeft om ook de golden humor te geven. Dan heb ik een verdiend gesloten vaste loven door het gebring te vruchten. En ik hoop dat je dat nog een lengte van jaren blijft doen voor Limburg, voor de cultuur. Dank dat je vandaag mij te gast gezien. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Ja, dames en heren, dat was ook weer de uitzending van 23 januari van de Big Benny Bar met de Blauwe Schuur, de SLV en natuurlijk een fantastische optreden van Veer Brie. Volgende week woensdag, de laatste uitzending, voor de vastelovend. Dus zorg weer dat je voor de buis zit. En anders dan met de vastelovend, ergens op een pleisje. Schrol de vastelovend doet, zo wie de Blauwe Schuur, zo wie vanavond, zo wie Benny Bar. Hier in de wielren, ik zou zeggen, tot de volgende week woensdag. Dank u wel. Ja.